van plastic flessen tot ballen. Het Maartens College viste vandaag al het plastic afval uit de Groningse grachten. De eerstejaarsleerlingen gingen al suppend met netten en knijpers op zoek naar zwerfafval dat tussen de boten lag. De school wil hiermee de bewustwording onder de leerlingen vergroten. We hebben gezegd van we moeten eigenlijk stoppen met al die wegwerpflesjes. Dus toen bij de diploma-uitreiking kregen alle leerlingen en hun ouders een bidonnetje van Join the Pipe. Het is in samenwerking met Join the Pipe. Begin van het schooljaar kregen de leerlingen die nu nieuw op school zijn ook zo'n flesje. En we gaan voor duurzaamheid. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn aan het peddelen voor de plastic soep omdat het heel slecht is. Ja, omdat allemaal plastic soep in het water ligt en dan is er ook een heel groot meer oceaan van en dat is heel slecht en dat proberen we te verminderen. Hoe doen jullie dat dan? Met knijpers, netten ja, en dat was het. Wat wil je dan bereiken? Bereiken dat mensen gewoon weer aan het kraanwater gaan en niet aan die flesjes drinkwater, die wegwerpflesjes. Het plastic wordt uit het water gevist. En dat draagt bij aan een beter milieu. Gewoon dat je niet je afval moet weggooien ergens op straat, maar gewoon bij je moet houden. Gewoon thuis in de prullenbak of zoiets gooien. Vinden jullie het wel leuk om te doen? Ja, het is wel heel leuk, want we staan steeds voor en dan heb je echt het idee van yes. Dus dit is een actieve manier om de leerlingen bewust te maken van plastic? Ja, en een hele leuke manier. Ja. We kunnen het allemaal saai in de klas vertellen. We zeggen wel eens kennis is de helft en dit zorgt ook voor de andere helft. Het verzamelde afval zal door de gemeente Groningen worden verwerkt.